is niets lekkerders dan 2014 te beginnen met een groot talent. Een belofte, iemand waarvan men zegt in Nederland, hou dat in de gaten. In Nasty Situations, All You Need Optimism, oftewel Insano, winnaar van de publieksprijs, grote prijs van Nederland, yes, in klopt. The house. Yes, 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 yes. Welkom man. Dankjewel. En is jouw gezicht altijd zo op dit tijdstip, gewoon die vrolijkheid? Ja, nou ja, weet je, het is, ik kreeg dat mailtje van jullie en toen had ik wel iets van, ah, master, ik mag eindelijk naar 3FM, dus dat was wel echt, ik was wel blij. Dus, Even gelijk de diepte in, een pessimistische optimist, las ik. Ja, omdat, kijk, weet je, het is, je kan niet altijd blij zijn, maar je kan ook niet negatief zijn, dus ik ben een pessimistische optimist. Soms ben ik gewoon pissed off, maar de mindset is wel altijd gewoon optimisme. Oké, okay, en dan komt er ook nog ADHD bij? Ja, alhoewel er nu is een hele discussiepunt over of ADHD wel echt heeft bestaan, dus dat is voor mij nu is ook zo, een soort van... Ja, die man of zo, die heeft op zijn sterfbed aangegeven of zo dat ADHD niet zou bestaan. Maar dat is dan Arnold Dirk Henk Dirk, die dat heeft uit... De man... Nee, wie is dat dan? Zeg ja, zo'n een of andere psychiater uit Amerika. Ah, oké. Okay. Maar dus ik zit nu in een vette identiteitscrisis van wat is er dan met mij? Maar dus ik weet het niet. Gebruik je Ritalin bijvoorbeeld? Nee, ik gebruik geen medicijn, man. Helemaal niks? Nee, man, fuck dat, man. Ik boycott dat. Maar je bent wel iemand met iemand die psychische kwesties heeft gehad. Dat lezen we ook weer op je website. Ja, weet je, het is, nou ja, dat is ook een lang verhaal natuurlijk. Maar om een lang verhaal kort te maken, het gaat goed nu. Je gaat mij. Lekker, hè? Ja, het gaat nu heel het lekker. Het gaat goed. Ja, ik zie het aan je. Hé, hey, goed dat je er bent. Je debuutalbum. Ja, Dwaalspoor, inderdaad. Gaat dit jaar echt komen. Hé, hey, geen gelul, hè? Niet dit jaar. Voor jezelf planningen maken. Gewoon zeggen 10 maart, 14 mei of 9 februari. Nou, hij komt zo. Ik durf nog niet te zeggen wanneer. Want ik zit nu echt in de afrondende fase. Ja. Maar zodra echt al die tracks gewoon bij de mastering liggen, dan ga ik een datum roepen. Maar je zegt, gaat dit jaar echt komen? Zo van, ik heb wel vaker gezegd dat het gaat komen. Wanneer heb jij het voor het eerst aangekondigd dat er een album kwam? Ja, in 2010, 2011 of zoiets, denk ik. Toen werd het op een gegeven moment eind 2011, toen werd het eind 2012, toen werd het eind 2013. Maar dit jaar komt hij echt. Okay. Gewoon gegarandeerd. Oké, okay, ja, je zal nu wel moeten. Ik moet wel. Ik kan niet meer mensen een jaar. Dat kan niet meer, man. Mijn producer Tantu staat daar in de hoek. Hij is boos. Hij is Tantu boos. Hij zegt van, dit jaar moet je je album droppen, anders wil ik al mijn beats terug. Dus, We gaan een track ervan luisteren. Tenminste, ik ga ervan uit dat die op je EP of EP-album Dwaalspoor gaat komen. Welke gaan we horen? Daarvoor je. Dat is echt een soort van ode aan mijn fans, zeg maar, van die al heel lang hebben gewacht op de track, zeg maar, of op het album. Dus. Insano, daar hoor je, live. Yes, 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 yes. Insano. Tantu op de beats. Shout out naar Rody. Je weet zelf. Hi. Want ik ben daar voor je. En al die jaren was het wachten waard. Het wordt nu allemaal gewaarborgd. Dus ga het midden met je gaat door. Als de rit nergens aankomt, volg de route van het dwaalspoor. Want ik ben daar voor je. En al die jaren was het wachten waard. Dat wordt nu allemaal gewaarborgd. Dus ga het midden met je gaat door. Als de rit nergens aankomt, volg de route van het dwaalspoor. Domme levensmissie, negatief op televisie. Maar in een race bekleed ik de nummer 1 positie. Ze willen me allemaal inhalen, inmaken. Zie me door het lint gaan. Ben al bij de finish, daarom blijf ik eerst. Je gaat me niet op die springkladen. Zit in een steekje los, dan wil ik erop inhaken. Want ik ben sneller dan ze schieten. Rem mezelf, de tyfus noemen ze Randy Martina. Geef me een pen en een beat en ik werk een echte muziek. En tante kan me verstaan, want ik spreek de language of beats. Yes, ken je me niet, dan verrek je gespier. Wil ik je back van de scene als ik mijn record release. Je bent een kindervriend, dan zit de beat. En ik de jongens in de beat. De mystery lyrically, je vindt het hier. Rip ik niggas met een skinny jeans. Dan zie je een van Timothy dat Tiffany. Wanneer me iets naar binnen schiet, ken ik de hele industrie. Ik ben daar voor je, en al die jaren was het wachten waard. Dat wordt nu allemaal gewaarborgd. En gaat het minder met je gaat door. Als de rit nergens aankomt, volg de route van het dwaalspoor. Want ik ben daar voor je, en al die jaren was het wachten waard. Dat wordt nu allemaal gewaarborgd. Dus gaat het minder met je gaat door. Als de rit nergens aankomt, volg de route van het dwaalspoor. We trainen voor de marathon terecht, dat ik zweet. Je bent wat je eet, handen de wegen, marathonen. Deze katastrofe gaat dan als nog alle kanten op. Ik plat de grond, dus kant het om, het van Lara Croft. Alles op zwart of rood om mijn kans te vergroten. Gehard is dan de doom, want ik hak in emoties. En ik overklasse niveaus, nog al mijn klassen. Dus over en land erover, ik zo was Alexander de Grote. Ik heb dit in de pokken als pickpockers. Alle vingers richten dit op me, zo witch doctor is witch doctor. Ben in de beelden, dan staat het op instorten. Spin it off, verlaat me niet voor het eerst jokken. Ik kan please, we zitten niet in de limousine. Maar in principe springen we in publiek als we limousine. Dit soort sicker schemes en therapy voor mijn winning team. Wanneer we iets naar binnen zien, kill ik de hele industrie. Want ik ben daar voor je. En al die jaren was het wachten waard. Dat wordt nu allemaal gewaarborgd. Dus ga er
minder met je gaat door. Als de rit nergens aankomt, volg de route van het dwaalspoor. Want ik ben daar voor je. De jaren was het wachten waard. Dat wordt nu allemaal gewaarborgd. Dus ga er minder met je gaat door. Als de rit nergens aankomt, volg de route van het dwaalspoor. What? Yes, yes, yes. En iedereen dit luistert en dan denkt, hey, dit is vet. Je moet me even volgen op Twitter. Is @Insano. Insayno. Daar voor je Insano. Wauw. Heeft Kees al gebeld of niet? Nee, Kees belt mij niet. Maar als hij mij belt, neem ik niet op. Dus Kees bel mij niet. Wacht even. Als Kees mij belt, dat betekent dat is dat de baas van... Ik blijf heel graag onafhankelijk, man. Ik ben echt heel blij met mijn positie. Ja. En recordlabels zijn tof, maar weet je, het is... al dat geld kan ik prima zelf verdienen. Dus ja. Maar het was wel een compliment, hè? Het was, dankjewel. Kees die belde net, die zegt ik wil die jongen hebben, maar dan laten we gewoon lekker goed. Kees? Hij doet het niet, Kees. Nee, wordt hem niet. I'm sorry, dan. Insano is in de studio. Binnen nu en een uurtje mag je nog een keertje, dus ga lekker zitten. En nog één vraagje aan je. Heb jij afgelopen jaar iets gedaan waarvan je denkt, dat was echt zo top, dat kan ik iedereen adviseren in 2014? Zo, als je artiest bent, schrijf je in op Boema Stemra, schrijf je in bij de KVK. Echt doen. Je laat heel veel geld misliggen als je, als je het niet doet. Dus, ouwe money maker hoor. Hey, ja, je moet op een gegeven moment iets verzinnen, toch? Dus. Deoro die is hier voor je, 3FM en Adoro die komt eraan binnen nu in een paar minuten. Jee.